Een hele goede morgen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe vlog. Het is vandaag 15 mei, eerste Pinksterdag. En ik ben onderweg naar Heilo. Ik neem jullie vandaag mee naar een clinic die ik geef in Heilo. En in totaal is die clinic 3 keer een dag. Of eigenlijk 1,5 dag. Morgenochtend is ook nog wat lessen. Met een periode verspreid over ongeveer een maand of 3. Dan gaan we lekker met de deelnemers aan de slag. We beginnen met een stukje theorie. Dan gaan we lunchen en na de lunch in de praktijk aan de slag krijgt iedereen een privéles. En ik heb eigenlijk een leuke verrassing voor de deelnemers vandaag, want ik ga ze aan het werk zetten. De vorige keer heb ik PowerPoint gegeven, presentatie, waarin ik dan heel veel video's verwerk en echt de hele methode uitleg en toelicht met beeldmateriaal. En vandaag wil ik ze een beetje meer zelf aan het werk gaan zetten, wat meer gaan prikkelen, kijken of er wat kwartjes zijn gevallen en of ze dingen goed begrijpen. Dus dat is heel leuk en daar heb ik heel veel zin in. Neem je lekker mee en dan wil je zien hoe zo'n clinicdag eruit ziet, hoe het eraan toe gaat. Afsluitdijk overga, gaat die brug open. En als je pech hebt, dan duurt dat wel 20 minuten. Serieus. Nou, is het niet echt spectaculair weer? Dus waarschijnlijk gaan er niet zo heel veel mensen varen. Ik heb gewoon een slechte timing wat betreft de afsluitdijk. Maar goed, even van het uitzicht genieten. We komen weer aan land. Nou, dit is de kantine, gaan we zo theorie houden. Mooi uitzicht, de binnenbak. Verwend hier. Ja, hè? Zeker. Dat hebben we ook wel een beetje verdiend, toch? Ja. Of jullie dan?
Nou, het zit erop voor vandaag. Was wel lekker naar huis. Was super geslaagde dag. Iedereen mooie ontwikkelingen doorgemaakt. En morgen weer verder. Nou, hier voor me rijdt Rodante, dat is paard van Laura. En Laura is de dochter van Marga, die samen met haar vriendin Linda de clinic heeft georganiseerd. Ze zijn nu onderweg naar hun huis. Want ze zijn zo vrij geweest om mij daar een slaapplaats aan te bieden. En dan gaan we morgen weer lekker verder. Nou, dan hebben we Marga met de Merry Witje. Straks naar de hal. Dan mag Marga vandaag beginnen met de les. Hoe vond je het gisteren? Onwijs leuk. Ja, echt top. Helemaal geweldig. We hebben van alles geleerd. En iedereen was super enthousiast. Dus nou, kon niet beter, niet? Ja, leuk. Dat is echt super leuk. Nou, nu ben jij lekker aan de beurt. Ja, ook helemaal leuk. Ja, zeker. Marga heeft een nieuwe vriend. Hij is wel mooi. Wel hè? Neem je hem mee als souvenir? Nee, ik wil nog gaan steken. Ja, ik vind het wel bijzonder. Vooral. Mooi hè? Ja. Nou, zullen we deze dan maar terug doen in de zee? Gaat die nog wel... Nee, ik denk dat hij al dood is, maar goed, we kunnen het proberen. We gooien hem terug. Ja, we gaan hem... Nou, heb je een goede daad gedaan vandaag. Dat is waar. Nou, Marga, we gaan onszelf even verwennen. Ja, dat is waar. Nou, proost. Proost. Op Heilo. Op Heilo. Even eentje proeven dan, Marga. Zijn ze lekker? Ik ga ze even proberen. Dat wel heet nog, of niet? Heel lekker. Lekker, oh. Lekker smullen. Aan te bevelen. Nou, de kliniek in Heilo zit er weer op. Het is echt voorbij gevlogen en echt een hele leuke tijd gehad met de deelnemers. En heel veel mooie ontwikkelingen gezien ten opzichte van de vorige keer. En ik heb eigenlijk al heel veel zin om volgende maand weer deze kant op te gaan. Dan gaan we voor de derde en laatste clinicdag met elkaar lekker aan de slag. Dus ik ben eigenlijk nu weer zo'n beetje huiswaarts aan het rijden. Alleen op de terugweg ga ik nog even langs IJsselstein. Daar ga ik langs bij een vrouw die hulp nodig had met de paard. En nou ja, ik kon het zo op deze manier even het makkelijkst inplannen op korte termijn om haar daarbij te helpen. En dan ga ik nog verder richting huis op de terugweg nog even op kraambezoek. Bij Saskia met haar Merry Biscaya, die heeft veulentje gehad en ja, die wil ik natuurlijk wel even in het echt gaan bevonden. En daarna ga ik lekker het laatste stuk van de reis naar huis vervolgen. Dus ja, ik zal jullie straks wel weer zien als ik bij het veulentje ben, om even een stukje filmen. Maar wat ik wel echt super leuk vind, is dat ik bij die nieuwe klant waar ik net was, had ik al herkend aan de straatnaam, dat ik die naam herkende van vroeger. Want ik rijd hier op de Noord-IJsseldijk in IJsselstein. En daar ben ik ooit begonnen met paardrijden bij Meneesje de Volta. Dus daar rijd ik straks langs. Ik ga eventjes gluren. Want dat is wel echt een beetje jeugdsentiment. Daar ben ik begonnen met ponyrijlessen. En toen ik wat ouder was, ging ik daar stallen uitmesten voor 5 gulden per uur. En dan had ik centjes, kon ik nog een keer extra rijden in de week. Dus ja, ik vind het echt wel heel leuk om daar eventjes te gaan kijken. Nou, de meneesje is daar.
Hij is helaas dicht, het is tweede Pinksterdag. Dat is wel jammer. Nou, ik ben nu op stal van de vee in Leusden. Want eigenaresse Saskia heeft een veulentje gefokt met Biscaya. Dus even kijken. Oh, miss the eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over your son. Ik ben nu lekker onderweg naar huis. Het is ondertussen 9:30 in de avond. Het is best wel weer een lange dag geweest. Maar ik zit nog vol energie, want het zijn zulke leuke 2 dagen geweest dat ik eigenlijk helemaal niet moe ben. En echt nog lekker aan het nagenieten van de fantastische clinic. Van de mooie ontwikkelingen bij iedereen. En ja, eigenlijk ook de inzet en het enthousiasme en de manier waarop iedereen de nieuwe dingen aanreikt. Ik reik ze aan, zij pakken ze op. En daarmee aan de slag is gegaan, de ontwikkelingen ten opzichte van een maand geleden, maar ook weer in de nieuwe les, de oefeningen die mensen hebben gedaan en daarbij het verschil bij de paarden zien. Dus ik heb heel veel cadeautjes gehad tijdens de lessen van alles wat er gebeurde. En eigenlijk alle deelnemers die mee hebben gedaan, kregen cadeautjes tijdens de les, maar dan van het paard. Ja, het is heel mooi om daar een onderdeel van te zijn, dat je dat mede in werking hebt gezet. En ik vond het heerlijk om vandaag weer eens op het strand te zijn, want dat is echt al jaren geleden. Echt genoten even met Marga gezellig op het strand, lekker gegeten. En nou, nu lekker naar huis, lekker nagenieten van het leuke weekend. En nou, dan wil ik in ieder geval bedanken voor het kijken en tot de volgende vlog.